Hoe hebben jullie het vandaag? Ja, echt geweldig eigenlijk. Het is de eerste keer dat ik in dit pand ben, dus ik ben verrast. Dat is niet raar, hè? Want het is vandaag open gegaan. Ja, dat klopt. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Vandaag opent het Forum Groningen. Hierin zitten onder andere de bibliotheek, het filmhuis en Storyworld. We gaan vandaag kijken wat er allemaal te doen is. Kom maar mee. Wat is het Forum voor jou in één woord? Ja, het is wel bijzonder, bijzonder ja, bijzonder. Hoe zou jij nou het nieuwe Forum omschrijven? Ja, kom minder. Ik was ook niet sceptisch, maar toch, je hoopt dat het goed is en je weet niet zeker of het goed is, maar ik kwam binnen en binnen 5 minuten dacht ik, dit is heel erg goed. Unexpected. Yeah. In what way? It's so much larger and so much more, there's so much to do here and I didn't think that there was going to be that much. I thought it was just going to be like a library or also cinema. But just being able to like play video games downstairs or like interact with the art and like just... I just feel like I'm seeing so much more than I thought I would see right now and it's so great. Vragen? Wat zie jij nou? Ik zie hetzelfde als wat je op het scherm ziet. Ja, maar wat zien we op het scherm? Het is mooi. Wijd. Er is een grote brede hal in de middenkant en daarnaast is het gewoon goed uitgebreid aan de zijkanten. Het is immens groot voor Groningen vooral en ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat zijn in de toekomst eigenlijk. Ik sta hier met Hans, hij is de directeur van programmering en marketing van het Forum. Hallo, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe is het voor je vandaag? Ja, mooi. Allemaal blije mensen, vrolijke mensen. Drie woorden die voor jou het Forum omschrijven. Verrassing. Ik denk dat als je hier doorloopt dat je ook wel merkt dat elke plein weer anders is, elke plek weer anders is. En ook qua programmering willen we steeds mensen verrassen. En toekomst is een belangrijke. Met de inhoud van het Forum willen we heel erg ook mensen inspireren om naar de toekomst te kijken. En voor het rest is ook heel veel plezier. Gewoon lol hebben, leuke dingen doen. Waar ik vooral benieuwd naar ben eigenlijk, want wij, ons kanaal is heel erg gericht op jongeren. Wat is nou in de toekomst iets wat geprogrammeerd gaat worden of waar jullie mee bezig zijn, wat interessant is voor jong en studerend Groningen? Nou, wat wel interessant is, wij hebben VERS, dat is eigenlijk onze team jongere programmeurs. En dat zijn jongeren die expliciet bezighouden met programmeren voor jongeren. En vandaag is eigenlijk een heel goed voorbeeld van. We hebben Future. En dat is een feest wat ze organiseren en dat vannacht om 12 uur begint. Ik vind dat natuurlijk echt superleuk klinken allemaal, maar eigenlijk heeft het al die woorden niet nodig, want als ik zo om me heen kijk, is het echt prachtig en er zijn super veel leuke dingen te doen. Dus ik wil je bedanken voor je tijd. Graag gedaan. En een fijne avond. Ja, graag gedaan. En iedereen kan komen wanneer die wil. Hè. Het is net alsof het alleen vandaag kan, maar je kunt gewoon 365 dagen per jaar kun je hier komen. Ja. Wat zijn de openingstijden eigenlijk? Zoals morgens vroeg tot de laatste film zeg maar, afgelopen is, rond een uur of half. Hè. Niet alleen vanavond een feestje, maar vaker. Nee, 365 dagen per jaar wat mij betreft. Yeah. Wat was het een bijzondere dag vandaag. We hebben in het Forum rondgekeken. Iedereen was super enthousiast. Maar ik moest zoeken naar het feestje. En ik heb hem eindelijk gevonden. Hier gaat het gebeuren vanavond. Wij zetten lekker de camera uit. Want het is hier echt veel te gezellig.